En zo becijferde de groep zelf de grootste show uit de Nederlandse hip-hopgeschiedenis. Het concert valt samen met het 1000ste optreden van de jeugd van tegenwoordig. Daarom krijgt de show de titel 1000 mee. Hardste show. Producer en officieus vierde groepslid Bas Bron klinkt in een verklaring bij de aankondiging verbaasd over zijn eigen grootse plannen. Gaat de jeugd in onze stad Amsterdam staan in het Olympisch Stadion, waar grootheden als André Hazes en Leonard Cohen hebben opgetreden? Dit slaat inderdaad nergens op. Maar wat slaat nog wel ergens op in onze waanzinnige wereld deze dagen? Maar één ding is zeker. Op 7 juni speelt de jeugd de hardste show aller tijden. Dit wordt een viering van het leven met al onze fans. De jeugd van tegenwoordig, verder bestaand uit Willy Wartzaal, Olivier Locadia, Fabriao, Pepijn Lanen, en Jezef Ur, Freddy Tradlener. Speelde al 2 keer in een uitverkochte Fast Live. Afgelopen herfst speelde de groep 5 keer in 1 week in de Melkweg. Ook al die concerten raakten uitverkocht. De groep brak in 2005 door met de nummer 1 hit Wat's Gebeurd. Andere bekende nummers zijn Sterrenstof 2010, Hollereer 2008 en Get Spanish 2011. De kaartverkoop voor het concert in het Olympisch Stadion begint maandag om 10 uur.